Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze dominee Arende Haasnoot voorgaat. Ook als u meekijkt met de livestream of kerkradio luistert, hopen we dat u zich verbonden zult voelen met ons. Mijn naam is Mario de Licht, ik ben vandaag ouderling van dienst. Het thema van de dienst is: de deur staat voor je open, ontmoeting met Jezus. Het orgel wordt bespeeld door Wim Ambachtsheer. Welkom, Wim. En de bloemen gaan deze week met een hartelijke groet en beterschap naar mevrouw Doorland in Heenvliet. En dan gaan bloemen met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw Fiets. Ik heb begrepen dat ze nog in de Vier Ambacht verblijft. De collecte van vandaag die gaat naar de eerste collecte naar de voedselbank. Er staat ook uitgebreid in de nieuwsbrief beschreven daarover. In de tweede collecte voor beheer en onderhoud. En de derde collecte voor de kindernevendienst De Brug. Ook kunt u uw gift overmaken op het rekeningnummer van De Brug. Graag onder vermelding van het doel waar u voor geeft. En dit kunt u allemaal vinden in de nieuwsbrief of op de site van De Brug. Ook kunt u de app gebruiken onder het kopje geven. Wat ook heel, heel handig is. Afsluiting van vandaag van de huiskringen. En daar zal straks de dominee nog aandacht aan geven. En de broodmaaltijd die zal gezamenlijk in de Michelkerk zijn. Voor persoonlijk gebed is er ook een gebedsteam straks aanwezig. En kunt u contact opnemen met iemand uit de gemeente na de dienst. En het telefoonnummer staat ook in de nieuwsbrief meld. Ons aanvangslied is Hemelhoog 591. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Thank you.
Voordat we een moment nemen van stil gebed, heb ik nog twee opmerkingen. De gebedsteams die aanwezig zijn. Ik ben vergeten aan Kees Molengraaf te appen of jullie in de dienst biddend aanwezig willen zijn. Dus willen jullie biddend aanwezig zijn, mocht er een gedachte, een indruk, een bijbeltekst of iets zijn wat de Heere je laat zien in de dienst, ter bemoediging van wie dan ook, op wie het van toepassing is. Laat me dan tijdens het lied na de preek even weten of schrijf het als je een briefje hebt, even op een briefje en geef het mij. En dan wil ik vragen om na de groet ook zingend, staande dit lied door te lofprijzen. Dat is: Heer God, u loven wij. Heer God, wij belijden u. Dat is het Ambrosiaans lofgezang. Mooi lied om dat ook nog staande te zingen, indien dat uiteraard voor u en voor jou mogelijk is. Maar laten we nu ons hart openen, tot stil te komen in een moment van stil gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Het is een enorm oud gezang, maar zo mooi verwoord. Eigenlijk ook een geloofsbelijdenis, dit lied. En dan die ene zin. De Heer Zebaot. Ik dacht altijd, wat staat daar? Zebaot? Heeft iets met de zee te maken of met zeep? Maar er staat Zevaot in het Hebreeuws. Dat is de Heer van de hemelse machten, de Heer der legerscharen, zoals dat in de oudere vertalingen verwoord staat. Dus de Allerhoogste Heer van alle machten en krachten, de Heer Zevaot. Laten we hem aanroepen, want dat mogen we.
Door de Heer Jezus mogen we de Heer van de hemelse legermachten aanroepen als onze Vader en onze God. Zullen we bidden. Ja, Heer God, u loven wij, Heer, u belijden wij, Vader in eeuwigheid. Wij danken u dat we ook vanmorgen uit volle borst deze geloofsbelijdenis mogen zingen. Een geloofsbelijdenis die al eeuwen meegaat en die de tand van de tijd trotseert, die doorgaat, omdat het waar is wat daar staat. Dat u de allerhoogste God bent, die alleen het waard is om te eren, te loven, te prijzen, te dank zeggen. Zingen uw naam ter eer. Heel uw schepping door eeuwig met het engelenkoor. Ja, Heer, dat onze lofzang zich mag voegen met het hele engelenkoor. Om mee te zingen heilig, heilig. Heilig is onze God, de Heer Tsevaot. De Heer van de hemelse machten. Heer, wij danken u dat we dat mogen belijden en dat u dat ook van ons verlangt, dat we dat belijden. Dat we uw naam hoog houden, uitspreken dat u de allerhoogste God bent en de machten van het kwaad door u zijn verslagen en worden verslagen. Dat de Satan een verslagen vijand is, ook al gaat hij rond als een briesende leeuw, tekeer gaan nu hij nog de tijd heeft, maar we weten dat de overwinningsdag eraan komt, dat Jezus verschijnt en komt met de wolken. Ja, Heer, ja, zo mogen we ook deze zondag ingaan. Al een beetje vooruitkijkend inderdaad naar hemelvaart, aanstaande donderdag. Dat we de Heer Jezus zo zien gaan ten hemel, maar vanmorgen ook belijden dat hij weer zal terugkeren, zoals hij van ons is gegaan. En Heer, zo willen we u vanmorgen bidden dat u in ons midden bent. Dat u hier al neerdaalt met uw Heilige Geest. Dat u dit huis vult, dit eeuwenoude huis, vult met uw heiligheid. Ja, en als we dat uitspreken, als we daarom bidden, dan beseffen we dat wij dat van nature niet zijn. Van nature, Heer, bekennen we u, belijden we u. Wij zijn geen heiligen. En we zijn het ook in de afgelopen weken weer niet geweest. En ook vandaag zijn we het nog steeds niet vanuit onszelf. Maar er is één iemand die ons wel een heilige maakt. Dat is uw Zoon Jezus. Op grond van zijn kruisdood, zijn sterven, vragen wij u om vergeving. Omdat hij daarvoor is gestorven. Omdat hij al onze zonden daar heeft gebracht. Mogen wij u vragen, Heere, vergeef ons onze misstappen, onze ongerechtigheid. Alles wat niet goed is in uw ogen, wat we weten, maar wellicht ook onwetend van zijn. Heer, vergeef ons, reinig ons. Dat we een schone lei hebben, dat u kunt binnenkomen bij ons en wij bij u. Want uw deur staat open door Jezus, hij is zelf de deur. En Heere, maak vanmorgen ook dat onze deuren openstaan van onze huizen en bovenal de deur van ons hart, het huis van ons lichaam. Heere, kom binnen. En als we dat moeilijk vinden, wilt u ons helpen de deur open te doen en te vertrouwen dat het veilig is als u binnenkomt. Kom zo in ons midden. Heilige Geest, wees welkom en vul ons in Jezus' naam. Amen. Ik zit even te kijken. Ik zie wel een aantal jongeren. Maar zijn er nog kinderen die naar de kindernevendienst willen? Allemaal te oud. Ik kijk ook even naar de boys achterin. Geen kindernevendienst? Oké. Maar ik heb wel een lied. En ik denk dat jullie dat ook wel kennen. En ik vind het eigenlijk een lied voor jong en oud. Want ik vind het zelf ook altijd leuk om te zingen. Is je deur nog op slot? Ja, hoe kan het ook anders met het thema, de deur staat voor je open. Ja, dan moet het slot wel eraf zijn. Dus ook voor de kinderen thuis die meekijken, ik heb voor jullie een lied. En voor ons is je deur nog op slot.
Ik kwam op internet een nog snellere versie tegen. Maar ik mocht die van mijn kinderen niet laten afspelen. Vonden ze niet geschikt. Maar goed, ik wilde naar voren vragen. Lies Drop en Ina van der Dol. Om even met jullie te spreken over de huiskringen. Dus als jullie vrijmoedigheid hebben om even naar voren te komen, dan stel ik jullie even een paar vragen. Want het thema van morgen is dus, de deur staat voor je open. En dat heeft alles te maken met dus de huiskringen. Kom, ik ga even voorin staan. Kom maar. Oh, je wil hier komen staan. Nou, zullen we van beneden gaan staan? Ja, oké. Okay. Zo. Gaan we even hier meer staan. Want in het afgelopen seizoen zijn er weer volop huiskringen bijeenkomsten geweest. Niet helemaal volop helaas, vanwege natuurlijk een aantal lockdowns. Maar daarna is er weer toch een voortzetting geweest. En in deze dienst waarin we natuurlijk aan het einde van het we zijn niet aan het einde van het kerkelijke seizoen, maar wel aan het einde van het gewone seizoen gekomen, willen we daar aandacht aan besteden dat jullie weer even pauze gaan nemen in de zomervakantie om in september hopelijk allemaal weer op te starten. Het leek me mooi om gewoon even iets terug te ontvangen van hoe gaat dat? En ik heb een paar vragen ook aan jullie meegegeven, een paar opgesteld, dus ik ben sowieso ook benieuwd van hoe lang zitten jullie al op een huiskring? Ina? Ik denk zo'n 20 jaar. Ik eigenlijk ook, van het begin af aan, dat er kringen waren in deze gemeente. Ja. En 20 jaar is best natuurlijk een lange tijd. Dus de tweede vraag is dus, waarom? En hoe komt het dat het zo lang al is dat je het fijn vindt? Ja, het is al die tijd ben je toch bezig met God en je weet dat je doel moet zijn. Dat heb je van kind af aan heb ik dat geleerd. En je krijgt zoveel daarvoor terug als je samen met de mensen om je heen bidt, dan heb je al gelijk een band. Dat is heel typerend. Tenminste, vind ik dat het gebed het meest diepste van je innerlijk blootgeeft. En dat is door God gedaan. Mooi, Lies. Ja, ik kan dat echt onderstrepen. Je leert natuurlijk in de kring om te praten over je geloof, samen te bidden. Vrijmoedigheid krijgen om te durven bidden in een groep. Vrijmoedigheid te krijgen om je geloofsgedachten onder woorden te brengen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat je zegt, onthoud je heel vaak het beste. De gemeenschap, wat Ina zegt. Het met elkaar optrekken. En de gezelligheid natuurlijk die daarbij hoort. De saamhorigheid. Misschien het praktisch worden van zo'n kerkdienst. Je hoort natuurlijk hier in deze plek, hoor je veel, maar in zo'n kring, dan kun je natuurlijk gaan verwoorden. Heel bijzonder, ja. Dus dan, je kunt er eigenlijk mee aan de slag, hè, met elkaar, in een veilige omgeving en
ja, dat je daarmee dus ook oefent, je gebedsleven, het hardop bidden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat inderdaad ook geleerd in een kring. Ja, want ja, dat is niet altijd makkelijk om dan ineens met anderen erbij hardop te bidden. En in die veiligheid ga je dat een beetje stotterend proberen, hè, 20 jaar geleden. En nu ja, sta je daar toch heel anders in, heel bijzonder. Ja. Ik stotter nog steeds. Nou, de heer Jezus zegt dat is gewoon prima, ga ermee door. Ik heb het gisteren nog gehoord op de New Wine Dag, dat als de discipelen dus ook eruit gestuurd worden om de werken te doen van de heer Jezus, hè, dan stotteren ze ook. En wat doet hij als ze terugkomen? Hij stuurt er nog meer op uit. Dus hij stuurt ze gewoon weer terug. Dus als stotterend gaan wij verder. Want hij vindt dat goed. Hij zegt, ga maar door. Wat ik ook er fijn van vind, als je dus leert om te praten over je geloof en durft te bidden, dat je dat ook in je thuissituatie gaat durven. Naar je kinderen toe, dus natuurlijk, of naar je man toe. Dat is zo, of naar je vrouw toe. Dat is natuurlijk gewoon zo belangrijk voor het groeien ook van je eigen geloof. Maar dat je op die manier ook ja, getuige kan zijn, hè, van wat in je leeft. Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, nou dan heb ik nog een vraag. Wat betekent de huiskring in je leven? Ik denk dat we daar al iets van geproefd hebben, maar misschien zou je daar nog iets korts van kunnen zeggen. Ik zal proberen. Ja, er is altijd wel liefde voor elkaar. Dat heerst. Als je binnenkomt is het gezellig. En de mensen die beginnen eerst met ja, te vertellen wat er gebeurd is die week. En dan krijg je al gelijk een gesprekje en je wordt bediend van koffie en thee. En zo loopt de hele avond heel gezellig. Maar ook ja, de diepere dingen die dringen soms pas wat later door. Maar je voelt dat je weer wat materiaal hebt om mee verder te gaan. Heel mooi. Ja, Ina zei de diepere dingen. We hadden natuurlijk een hele mooie studie. Hè? Ontmoeting met Jezus. Waarin erg veel Bijbelse personen aan de orde kwamen. En daar kon je echt ook ja, gewoon veel van leren. Het was heel prettig om daarover te praten, om goede vragen te krijgen. En ja, ik ben met Ina eens de gezelligheid en de hartelijkheid. En ja, wat er speelt in je leven. Het is natuurlijk niet altijd allemaal even gezellig en makkelijk. Maar die kun je ook delen. Je kan voor elkaar bidden. Als er zorgen zijn of als er moeite is. Ligt misschien ook wel aan de openheid van een kring hoor. Maar goed, je kan je best doen door zelf proberen open te zijn. Ja, ja heel bijzonder. Ja, maar hoe zou je ons willen aanmoedigen om ook naar een huiskring te gaan? Ja. Voor degene die daar nog niet op zit. Wie zit er allemaal op een huiskring? Oh, we hebben hier nog zendingsgebied. Toch een behoorlijk zendingsgebied zie ik. Voor mensen die nog niet op een huiskring zitten. Ja, om in de praktijk. Nou, zou je ons willen aanmoedigen? Om, of ja, zou je dat willen of niet? Maar hoeft hij natuurlijk niet. Maar. Ik, dominee Esbach, die zei altijd: de huiskring is de ruggengraat van de gemeente. En dat merk je ook, want je bent betrokken bij dat groepje wat daar is. En ja. Even. Ja, nou, dat lijkt me wel heel de ruggraat van de gemeente. Dat vind ik toch wel heel wat om ons mee te geven. Dank je wel. Kan er nog wel iets bij, hè? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Een beetje vlees en goed. Ja. Spieren. Ja. Nou, ook omdat je natuurlijk samen naar de kerk gaat en daarna vaak de kring, dan bepraat je natuurlijk nog weer. Dus wat je gehoord hebt of wat je opgevallen is of wat ook, dat is fijn. En natuurlijk zou ik het aanbevelen om te gaan. Hè. De deur is open, ook die deur is open. En ja, Ina en ik zijn niet voor niks al 20 jaar niet op dezelfde kring hoor, maar wel altijd op een kring gegaan. Omdat het je vormt, het voedt je, het helpt je om kerk te zijn, om contact te hebben.
Wil je nog meer horen? Nou, ik denk dat dit wel gewoon een enorme mooie aanmoediging is. En ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie even naar voren wilden komen om dit met ons te delen. En ik hoop dat dit toch stof geeft om over na te denken. Ja, ook juist het praktisch handen en voeten geven in de week en het groeien. Groeien in gemeenschap en geloof. En dominee Esbach zei altijd ook nog en getal. Nou, dat is altijd wel een gevoelig puntje geweest in de afgelopen jaren. Maar goed, ja, dank voor deze aanmoediging. En ik hoop dat het overkomt. Dat hoop ik altijd in de dienst. Maar zeker jullie getuigenis. Dank jullie wel. En wij gaan lezen ook over een van die ontmoetingen met Jezus. Deze is overigens ook een van die ontmoetingen in het boekje van het afgelopen jaar geweest. Johannes 3, de versen 1 tot en met 13. En om een stapje verder te doen in de gemeente te Philadelphia, de zesde gemeente uit Openbaring, lezen we daaruit ook één vers, Openbaring 3, vers 8. En Maaike Borgdorf zal voor ons lezen. Uit Johannes 3. Er was een mens uit Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is vlees. En wat uit de geest geboren is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen zeg tegen u en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En vervolgens een stukje uit Openbaring. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Tot zover. Dankjewel, Maaike. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De deur staat voor je open, ontmoeting met Jezus. Yes, we zijn open. Nou, als ik terugdenk aan het afgelopen seizoen, dan is dat eigenlijk wel mijn conclusie. Yes, we zijn open. We zijn weer open.
De lockdowns liggen even achter ons en hopelijk blijft dat ook zo. Want alles digitaal en alles thuis, ik weet niet hoe u dat ervaren hebt, maar ik ben het goed zat geworden. Afgelopen week was er iemand en die zei, ja, het is wel een beetje heel gedoe om fysiek samen te komen. Het ging overigens over wel een organisatie waar ik landelijk bij betrokken ben. Dus zullen we het even via de Zoom doen? En toen dacht ik, oh nee, weer die Zoom, weer achter dat beeldscherm. Want eigenlijk ervaar ik het zelf het meest prettig als je met iemand spreekt. Ook al is het zakelijk, of zijn het gewoon over een aantal dingen die geregeld moeten worden, dat het toch prettig is om elkaar fysiek te zien. Om even bij iemand binnen te komen. Om even er te zijn. En niet alleen op afstand, hoewel het natuurlijk ook een enorm effectief middel is, dat digitale. Het scheelt dan ook tijd, dat zeker. Maar met het winnen van tijd mis je toch wel heel veel. En dat heb ik ook gezien in de samenkomsten in het kerk zijn. Ik ben denk een van de weinigen die al die tijd sinds het begin van de coronaperiode, sinds het begin van de eerste lockdown, eigenlijk iedere zondag in de kerk is geweest. En daar mocht komen, eigenlijk moest komen, want de diensten die zijn doorgegaan digitaal. En daarvoor moet er dan natuurlijk wel iemand fysiek aanwezig zijn in de kerk. Maar dat is vaak ook geweest met een handjevol mensen. En dat handje mocht dan weer wat groter zijn en weer wat meer enzovoort. Maar daardoor heb ik het uiteindelijk als een zo enorm voorrecht ervaren om toch iedere keer weer echt fysiek in een kerkgebouw te zijn. Want de keren dat wij een keer niet hoefden, die sporadisch zijn, en je dan met je gezin achter zo'n beeldscherm gaat zitten. Nou, ik zal u vertellen, ik krijg mijn kinderen eerder naar de kerk dan achter een beeldscherm. En dan heb ik het nog niet eens over het zingen. Ik krijg ze eerder aan het zingen in de kerk dan in onze huiskamer. Maar goed, dat zijn de grote samenkomsten waarin we heel wat hobbels achter de rug hebben. En hopelijk zijn die hobbels ook echt achter de rug. Dat is echt mijn grote gebed naar de Heren. Dat we kunnen blijven zeggen, yes, we zijn open. Kom alsjeblieft weer fysiek naar ons toe, naar de kerken. Want de meerwaarde daarvan is zo groot. En dat ben ik steeds meer gaan zien. Dat als je echt met elkaar bent, als je met elkaar de lofzang zingt, als je de mimiek ook heel dichtbij ziet van die dominee die staat te praten, of dat je daar een beetje in het beeld iemand ziet bewegen en horen, maakt het een wereld van verschil. Dus voor degene die toch een beetje zijn achtergebleven in dat die drempel heel hoog is geworden om weer te komen. En er zijn geen dringende redenen of onmogelijkheden om te komen. Want op dat gebied is het natuurlijk ook heel handig voor de mensen die fysiek niet meer kunnen komen om toch het beeld te hebben. Dat is weer een voordeel geweest. Maar mochten er aarzelingen zijn, kom alsjeblieft gewoon weer fysiek naar de diensten. Want het brengt zoveel meer dan in je uppie thuis zijn. En dan ga ik even ook naar de volgende dia. Want je ziet ook in de loop van de geschiedenis dat de eerste gelovigen, de volgelingen van Jezus, direct de neiging hebben gehad. En de Heer deed dat overigens zelf ook. Daarin geeft hij het voorbeeld. De Heer is gewend om naar de synagoge te gaan. Op iedere Shabbat ging hij naar de synagoge als gewoonte. En nou, gewoonte is helemaal niet verkeerd. Als je hart erbij is. Kijk, als je dat uit gewoonte doet en een sleur, dat het je helemaal niks zegt, is wat anders. Maar je kunt ook gewoonte hebben waardoor je ook de mogelijkheid hebt dat je iedere keer weer geraakt wordt. En hij heeft de gewoonte naar de synagoge te gaan, naar de tempel te gaan. En de eerste gemeenschappen in Jeruzalem na de Pinksterdag, die volgen dat traject. Die proberen eerst nog ingang te krijgen in de tempel. Nou, daar worden ze uitgeweerd. En dan gaan ze naar de synagoge. Daar worden ze ook uitgeweerd. En al vroeg zie je dan die grotere samenkomsten op andere plekken komen. In het huis, naast de synagoge. Je ziet kerken al heel snel gebouwd worden. Maar dat is niet het enige. En je ziet de grote samenkomsten. Die zie je dat de Heere gebruikt als middel om hem te loven en te prijzen. Om samen één te zijn, om met elkaar de Bijbel te openen in het groot als geheel. Voor jong en oud bij elkaar. En je ziet
in de geschiedenis dat de Heer de kleinere groepen heeft gebruikt tot op de dag van vandaag om daar elkaar te trainen. Om te oefenen, om te delen, om die gemeenschap ook echt te ervaren met elkaar. Om in een week een plek te hebben om ook even je hart uit te storten bij de ander. Dus die diepte in te duiken van de Bijbel, maar tegelijkertijd ook de gelegenheid te hebben te vertellen. En te bidden. Te oefenen met bidden. Dus zo zie je dat de Heer door de Heilige Geest werkt in de grote gemeenschappen. En in de kleinere groepen, in huiskringen, zo noemen wij het. En Hans Esbach noemden ze ooit de gemeente groeigroepen. En daarvan hebben we ook nog steeds het boekje Groeien in geloof, gemeenschap en getal. Dat is die derde G. Dat is een oorsprong eigenlijk al eeuwen oud. Om te groeien in broederlijke en zusterlijke liefde. En dan ga ik even bij de gemeente te Philadelphia landen. We zijn in een reeks van uitleggen over het boek Openbaring. Ik ben daar natuurlijk in gestart. We hebben een aantal gemeenten al besproken. En de zesde gemeente die nu op de rol staat is de gemeente te Philadelphia. En het mooie van deze gemeente is dat de naam al heel wat over ze zegt. Broederlijke en zusterlijke liefde betekent de naam. Een plek daarvan. Filios is een vorm van liefde. Het is de vriendschappelijke liefde. Je hebt in de Bijbel drie soorten liefde. Je hebt de eros, dat is de ontbrandende liefde. Dus de liefde waarin de verliefdheid en toch ook wel de seksuele aantrekkingskracht, de eros, veelal en lichamelijk, die liefde. Dan heb je de filios, dus de vriendschappelijke liefde, waarin je broederlijk en zusterlijk met elkaar optrekt. Ik heb er toch maar even bij gezet, de brr en zr, want ik schrijf in de nieuwsbrief en het kerkblad over, ook als we het hebben over elkaar. En als ik iemand moet noemen, omdat hij ziek is of geopereerd wordt, of dat er iets is, iets moois, dan zet ik daar veelal bij brr en zr. En ik krijg daar wel eens opmerkingen over. Van ja, is dat niet een beetje oudbollen? Gaan we weer terug naar af? Nou ja, de hele geschiedenis van de kerk heeft de Heer toch aangegeven dat als je door de Heer Jezus Christus God je vader mag noemen, dan krijg je ook een aantal broers en zussen erbij. Je bent niet het enige kind. Ik had ook graag het enige kind willen zijn. Toen mijn broertje en zusjes geboren waren, dacht ik, waarvoor is dat nodig? Je hebt mij toch? Mijn ouders. Maar omdat ze zoveel liefde hadden, wilden ze graag meerdere kinderen. En zo was dat ook met God. En de liefde voor mij heeft ze niet onder geleden dat er nog meerdere bij kwamen. Sterker nog, ik denk dat hun liefde alleen maar is toegenomen daardoor. En zo als dat bij mensen gaat, gaat dat ook bij God. Je bent broer en zus door Jezus. Als God je vader is, heb je broers en zussen in geloof. En mijn broers en zussen vinden het heel fijn als ze een beetje aandacht krijgen. Als je een luisterend oor hebt. Als je elkaar ontmoet. Als ze het idee hebben, de deur staat open. Er is een plek waar de deur open staat. En veelal zijn dat natuurlijk de ouders als ze nog leven. Maar het is ook fijn als je contact kunt houden. Het lukt niet altijd. Maar zo is de gemeente een afspiegeling van het aardse gezinsleven. En de broederlijke en zusterlijke liefde is eigenlijk hoe God het heeft bedoeld. En zo brengt hij dat ook in zijn kerk. In Philadelphia, dat is wel heel apart. Daar heeft de Heer Jezus dus over een geopende deur. Hij zegt, ik pak de tekst er nog heel even bij. Hij zegt, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Weet je wat nou heel opvallend is?
in deze gemeente. Dat die geopende deur voor deze gemeente best wel een beetje eng is geweest. Fysiek. In de werkelijke situatie van de stad. Want in Philadelphia zijn er 2 verschrikkelijke aardbevingen geweest, waardoor de bewoners niet meer de stadspoorten durfden in te komen. Uit angst dat de huizen zouden instorten of dat er naschokken zouden komen. Waardoor ze wel die geopende deur zagen van die poort, maar buiten sliepen, buiten die poorten. En uiteindelijk heel veel moed nodig hadden om toch weer die geopende deur in te gaan. Kom maar, kom maar. De schokken zijn voorbij. Kom maar, het is veilig. Vonden ze lastig. En een ander puntje wat ook raakt. Want de Heer Jezus, als de Heer Jezus wat gaat zeggen, dan pakt Hij altijd iets in je leven wat raakt. Waar Hij een aanknopingspunt heeft. Hè, om je even bij de les te nemen. Om even tot je door te dringen. Dus dat ik heb een geopende deur voor je gegeven. Hè, dat zegt hen iets. Dat raakt bij hen. In hun situatie. En hun vervolgingen. Als de gemeente ontstaat, dan ontstaat er ook al snel, als er in Smyrna mensen opgepakt, ook worden opgepakt, daar hebben we het al eerder over gehad, ook in Philadelphia worden er mensen gegrepen en gevangen gezet. Dat de deur dus dicht gaat, een deur in het slot, op straffen van de dood. En we zien ook dat doordat ze christen zijn, ze buiten de samenleving worden gezet. Gebeurt overigens wereldwijd vandaag de dag nog steeds bij de vervolgde christenen. Dat als je christen bent in Egypte, in het Midden-Oosten, in Noord-Korea, het dan geeft dat je belemmeringen in carrière maken. In hoe je leeft en hoe je woont, in aanzien. En word je daarop gekort. Gaan deuren dicht om je te ontplooien. Raakt dat werkelijk echt ook je... Ja, je stijl van leven en het niveau van leven. Je wordt er armer door. Deuren gaan dicht. Het wordt lastiger voor je. En daarin wil de Heer Jezus hen dus bemoedigen. Ik zie het. Zie. Ik zie wat daar gebeurt. Ik zie waar je tegenaan loopt. Ik zie je angsten. Ik zie je moeite. Ik zie de deuren die dicht gegaan zijn in je leven, maar ik heb voor jullie een geopende deur gegeven. En je denkt bij jezelf, wat stel ik nou voor in de samenleving? Wie ben ik nou eigenlijk? Ik ken uw werken. Ik zie het echt wel wat je doet. En je hebt weinig kracht. Dan kun je ook denken in zo'n groeigroep. Denk je, ja, we zijn maar met 3 of 4. En zegt er weer iemand af, weer iemand af. Ga gewoon door. Hou die deur open. Blijf komen. Want je hebt weinig kracht, maar er is nog steeds kracht. Weinig kracht, dat zijn aparte uitdrukkingen in het Grieks en ook in het Hebreeuws. Bijvoorbeeld niet met mate, betekent heel veel. Weinig kracht, het lijkt alsof het ontkracht wordt, maar er staat, je hebt toch aardig wat kracht. Weinig, maar het is er wel. Ook voor de groepen in onze gemeente. Er zit kracht in, want we hebben dat net ook gehoord. En zo ook in Philadelphia. Waarom hebben ze kracht? Omdat ze het woord in acht nemen, omdat de Bijbel open gaat. En als de Bijbel open gaat en je gaat eruit lezen, het liefst iedere dag, dan komt er kracht uit. Dan ontmoet je Jezus in die Bijbel. En omdat jullie mijn woord openen en eruit willen leven. En ook mijn naam niet hebben verloochend. Dat benoemt hij ook. Ook daarom hebben ze kracht. Heer God, u loven wij, Heer. Heer God, wij belijden u. Belijden is er vooruitkomen dat je in Jezus gelooft. Dat je van Jezus houdt. Dat je de deur van je hart, niet alleen de deur van je huis veranderen, maar ook de deur van je hart voor hem hebt geopend. En dat je daarvoor uitkomt, dat je dat niet verbergt.
En dat was natuurlijk een grote verleiding in Philadelphia. He, als je carrière wordt verpest omdat je christen bent, he, omdat je minder mooi kan wonen omdat je christen bent, omdat je onderaan de ladder van de samenleving komt te staan, of omdat je wellicht vandaag de dag ook geeft aan de kerk, doneert aan organisaties waar ongelovigen niet eens over zouden piekeren om daar geld aan te geven. Omdat je mijn naam niet hebt verloochend, heb je kracht, zegt hij tegen deze gemeente. En daarmee ook tegen u en tegen jou. En hoe komt die kracht? Door het woord dat opengaat. En dan ga ik naar de ontmoeting met Jezus. En door de Heilige Geest die dat woord kracht bijzet. Die dat woord uit wil werken in je leven. En dan kom ik bij Nicodemus, bij die ontmoeting. Nicodemus gaat naar Jezus. Hij merkt dat de deur bij Jezus dus open staat. Het is mooi als wij onze eigen deuren openzetten, zodat mensen kunnen binnenkomen om met elkaar Jezus te ontmoeten. Dat is een beweging. Dus je nodigt iemand uit, zoals Jezus dat doet. Maar er moeten ook mensen zijn die dus komen. Dus die drempel over durven. De drempel in de kerk over durven. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ook de drempel van het huis van iemand. En ik denk dat Nicodemus best wel een beetje zenuwachtig is geweest voordat hij de drempel over is gegaan van Jezus' huis. Voordat hij die deur is doorgegaan. Je weet niet hoe hij reageert. Misschien zegt hij wel van, wat doe je hier? Ik wil slapen, het is al avond. Maar hij treft een Jezus aan die met hem wil spreken. Die bereid is om hem te ontmoeten. In de huiskamer, thuis. In de nacht. Oh, moeten we dan de huiskering in de nacht doen? Nee hoor, want de nacht begint in Israël al om 6 uur. Binnen een kwartier is donker. Pats, boem. Niet zoals wij, zo'n lange schemering. Nee, pats, ineens is het donker. Dus dat is al de nacht die dan al begint. Dus in de avond kun je samenkomen. Of overdag kun je samenkomen. De ontmoetingen met Jezus zijn op allerlei momenten. En zelfs inderdaad in middernacht. Maar hier komt Nicodemus zo aan het begin van de avond. Om hem te ontmoeten. Om een gesprek te hebben. En als dat gesprek dan gaat plaatsvinden. En dan komen ze op die kracht die Jezus wil geven. Om zijn woord dus te kunnen toepassen. Om zijn woord tastbaar te maken in je leven. Wat vaak lastig is om in een preek over te brengen. En wat je vaak in groepen ziet, dat je dat wel samen kan proberen. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen, lees je Bijbel. Maar in de groep zeg je, zullen we de Bijbel lezen? Zullen we hem open doen? En dan ga je het echt doen. Ik kan natuurlijk ook zeggen, waar is uw Bijbeltje? Pak wel uw Bijbeltje erbij als je naar de kerk gaat. Kom, we gaan lezen. En zo zegt Jezus ook tegen Nicodemus. Nou, laten we het eens over het woord hebben. En heel opvallend vraagt hij Nicodemus naar de afkomst van Jezus, wie hij dan allemaal is. En komt Jezus met een apart antwoord, voorwaar, amen, amen, staat er. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, dat is wat Nicodemus niet begrijpt. En daarom moet je het dus over hebben als je iets niet begrijpt. Praat erover, deel het. Gebruik daar zo'n kring voor. En dat hebben jullie in het afgelopen seizoen gelukkig ook gedaan. En maar ja, doe het ook in het gezin als je de Bijbel leest. En vraag eens om je heen. Hebben jullie het begrepen? Snap je het? Of niet? Want als je het niet snapt, dan gaan we samen proberen om het te begrijpen. Daarvoor heb je dus je broeders en zusters voor nodig. En dan zegt Nicodemus dus, nou, hoe kan ik dan geboren worden? Want ik ben al zo groot en in die buik pas ik niet meer, heel letterlijk. En dan zegt Jezus, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Amen, amen. Je moet dit voor waar houden. Dit is ongelooflijk belangrijk
om te begrijpen waar het God om gaat. Namelijk om jou in zijn koninkrijk te krijgen. Zodat je uit het koninkrijk van de duisternis raakt. Dat je daaruit gaat. Zodat je niet meer onder de macht van de zonde en de Satan bent. En een eeuwigheid zonder hem moet doormaken. En daar is het Jezus alles om te doen. Om weer te leven met je. Om weer God als vader te laten zijn. En je weer broers en zussen te geven. Voor de eeuwigheid. Vergeving van zonde, ja. En daardoor, dat is het middel waardoor je weer in een familie van God kunt komen. En zonder die opnieuw geboren zijn, die wedergeboorte noemen we dat, kan dat dus niet. Je moet opnieuw geboren worden. En hoe dan? Nou, eerst wordt iemand geboren uit water. En Jezus zegt, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus eerst moet je geboren zijn uit water. Dus je moet fysiek geboren zijn. Het water moet gebroken zijn in die buik. U bent allen uit water geboren. En ik heb er ook 9 maanden lekker in gezwommen. 9 maanden lang. Op het einde lukt het niet meer zo, dat zwemmen. Maar je hebt het wel gedaan. U was de beste zwemmer. Ook de snelste trouwens. Maar goed. Je bent, het water is gebroken, dus je bent fysiek geboren, uit vlees. Maar als je dus het koninkrijk van God wil ingaan, moet er nog een nieuwe geboorte komen. Namelijk een geestelijke geboorte, dat de geest van God bij u en jouw geest kan komen. Dat de geest in je hart kan wonen. Dat de deur van je hart open gaat voor Jezus en hij binnenkomt. Dan gaan we het overigens in de laatste gemeente bij Laodicea ook nog over hebben. Dus ik wil het hier even bij houden. En mijn vraag is, ben je opnieuw geboren? Heb je Jezus al uitgenodigd in jouw hart? Of is je deur nog op slot? Nodig hem toch alsjeblieft uit. En nodig de Heilige Geest uit. Want zo ben je opnieuw geboren. Eenvoudig hoor. Je kunt het vragen thuis in gebed. Je kunt het straks meebidden in mijn gebed. Je kunt het bidden met de groeigroep. Ik twijfel of ik de Heilige Geest heb. Kom, laten we daarom bidden. Want de Hemelse Vader geeft zijn Heilige Geest altijd aan wie hem daarom vragen. Je hoeft alleen maar te vragen. En daarmee lijft hij je in zijn gezin. Neemt hij je aan als zonen en dochters van God. En ben je van harte welkom in de familiebijeenkomsten. Om het woord te horen, maar ook door de Heilige Geest te merken dat je een band hebt. Hoe gaat het met je? Goed je weer te zien. Dat kun je in die kleine kringen beter doen, maar ik wil het ook aanmoedigen in de diensten als je binnenkomt om even wat tegen elkaar te zeggen. Om niet zomaar zonder wat gezegd te hebben weer die deur uit te vliegen. Want als ik dat doe bij mijn broers en zussen, zijn ze zeer chagrijnig. Ze vonden het dan niks dat ik in Spijkenisse ging wonen. Vanuit Rijnsburg, ze wonen in Katwijk. Maar goed, ze willen je zien, je familie, als die band goed is. En in Gods kerk willen we eraan werken dat die band goed is. En wat ben je groot geworden? Want ja, je wordt geboren als babytje. Maar, ik hoorde gisteren in coronatijd, iemand zei, ik ben 2 jaar niet geweest in de kerk. Ja, toen dacht ik ineens, maar ja, iemand is wel doorgegroeid, dus is dat kind groot geworden. Maar zo is het ook in geloof. Je bent een babytje door de wedergeboorte, maar de Heer wil je door zijn Heilige Geest laten groeien. Ook voor die kringen een prachtig moment. Dat je groeit in geloof. Wat ben je gegroeid? Ben je gegroeid? Of kan ik iets voor je doen? Ja, opnieuw geboren. Snap jij het? Zullen we het er nog eens keer over hebben? Nicodemus snapt het niet en al sprekende gaat hij het begrijpen. En dan kom ik op het laatste slot. Mijn uitnodiging van morgen is dus, staat jouw deur open? Om iemand uit te nodigen. Als familielid, als brr en zrr. Ja, ik blijf het schrijven hoor. Welkom in mijn huis. Welkom, ben ik welkom in jouw huis? Ben ik welkom in uw huis, heren? Hoe je ook voelt. Mensen hebben nog wel eens de neiging als je je rot voelt.
om dan vooral niet naar de kerk te gaan. Ik zou zeggen, als dat zo is, ga vooral wel. Ga dan vooral wel. Als je verdrietig bent, ja, maar dan moet ik huilen. Ja, waar kun je beter huilen dan in Gods huis? Waarvan de Heere zegt, ik vang je tranen op in mijn kruik. Welkom in mijn huis. Heere, ik dank u dat we welkom zijn in uw huis. Amen. Heer, ik kom tot u. Jullie mogen doorgaan. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. Verander mij.
gaan zo de Heer danken en bidden. Ik kijk nog even naar de gebedsteams. Zijn er nog dingen om mee te nemen in het gebed? Mensen zijn die zich alleen voelen of alleen zijn. En wil ik vragen of dat je deze zin wil bidden voor hun. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Dankjewel. Psalm 103, vers 13. Ja. Ja, dankjewel. Mensen die zich alleen voelen of alleen zijn. Ja, dankjewel. Psalm 103, vers 13 is naar voren gekomen. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Voor degene die zich op dit moment alleen voelen of alleen ook zijn. Dat zullen we zo meenemen in het gebed, dankjewel. Dan zijn er voorbeden gevraagd, is voorbeden voor Jeruzalem, voor de vrede en ook voor de long-covid-patiënten. En voor het zendingsechtpaar Arend en Jolinda. Zij zijn weer veilig terug van hun reis naar Spanje. Ze zijn heel dankbaar voor het hartelijke welkom van het team in Barcelona. In juli zullen ze daar aan het werk gaan. Wilt u meebidden voor geschikte woonruimte? Dus daar kunnen we concreet ook voor bidden. En voordat ze daarheen gaan, zal waarschijnlijk begin juli ook nog de uitzenddienst zijn voor hen. Zullen we bidden? Ja, Hemelse Vader, wij danken u dat u een vader wil zijn. We horen dat bij de Heer Jezus als hij het gebed begint. Onze Vader die in de hemelen zijt. En hij zegt ons. En daarin horen we zijn grote verlangen dat hij hem uiteindelijk zelfs bereid heeft gemaakt de kruisdood te ondergaan. Opdat wij kunnen zeggen onze Vader. Met elkaar als familie. Als familie komen we tot u. Uw kinderen, uw zonen en dochters. Als we opnieuw geboren zijn. En Heer, dat is best een heel belangrijk punt. En daar kunnen we ook wel eens over twijfelen of eng vinden of gewoon niet willen. En Heer, ik wil bidden voor vanmorgen. Als er iemand is die daarover twijfelt of angstig daarvoor is of u rust wil geven en of u op dit moment wil zeggen, de deur staat voor je open. Bij mij, in mijn vaderhuis. Het is mijn grote verlangen dat je als kind binnenkomt. En mag ik dan komen in jouw huisje? Mag ik komen in jouw hart? Doe de deur voor me open. Doe de deur voor hem open. En bid met me mee. Kom, Heilige Geest. Ik zet de deur van mijn hart voor u open. Kom, Heilige Geest. Binnen. U bent welkom. Zo dank ik u, Heren, voor het werk van de huiskring in de afgelopen weken en maanden. Het vallen en opstaan. Huizen dicht, huizen open, huizen dicht, huizen open. Met de digitale ontmoetingen en weer samen. En ik wil u danken dat ze hebben volgehouden en dat ze kracht hebben. Weinig kracht is kracht. En dank u daarvoor. En ik bid voor ze dat ze een periode even in kunnen gaan van de zomer en straks weer in nieuwe kracht weer de groepen kunnen vormen. En ik wil u ook bidden of u weer mensen wilt toevoegen daarbij. Dat de groepen weer zullen groeien. In gemeenschap, in geloof, in getal. Zoals dominee Hans Esbach dat ooit zo heeft opgezet. En verder is uitgewerkt in de huiskringen. Dank u daarvoor. Zegen hen, geef hen moed en spreek tot hen.
En zo wil ik ook bidden voor degene die zich daarin alleen voelen. Die mogelijkheden niet hebben of dat de drempel verschrikkelijk hoog is. Of een eenling voelt in dit kerkgebouw of thuis. Die zich alleen voelt. Vader, waar bent u? Waar zijn de anderen? En voor degene die echt alleen zijn. Waar nog maar weinig familieleden van overgebleven zijn. Heer, u kent de eenzaamheid van ons hart. En voor diegene zegt u vanmorgen, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontferm ik mij over jou. Zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Dank u voor deze bemoediging. Heere, wees zo met uw volk Israël. Geef vrede voor het land. Sterk hen die nog gebukt gaan onder die COVID. Die long-covid-problemen hebben. Heere, bevrijd en genees hen. Heere, wees zo ook met onze vervolgde christenen. Onze broeders en zusters, sterkt u hen. En Heere, wees ook zo met Arend en Jolinda. Heere, we bidden u dat ze ook een plek zullen vinden, een huis zullen vinden. Dat er een geopende deur ook voor hen is in Spanje. En een stil moment bidden we de gebeden van ons hart. Bidden wij samen het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. De collecten van vanmorgen zijn net al genoemd. Maar het is maar gevraagd. U daaraan te herinneren, jou daaraan te herinneren. De eerste, gaat mij nou aan het hart, is voor de voedselbank. Sinds 14 februari ben ik, en dat horen dominees te zijn in Spijkenissen, dus even ter verontschuldiging. Ik ben sinds 14 februari voorzitter van de voedselbank. En dus ik beveel deze collectie van harte aan. En het is nodig. Er is weinig nog binnengekomen dit jaar bij de voedselbank. Ik zeg het maar even. Dan de tweede beveel ik natuurlijk ook van harte bij u aan. Beheer en onderhoud. De derde collecte is voor de kindernevendienst. Ook van harte aanbevolen. En heb ik nog een verheugende mededeling. Als u ondertussen pak alvast maar even de zakjes om rond te gaan. Een verheugende mededeling dat de opbrengst van de 40 dagen actie van Benisser Handen. Hoeveel heeft opgeleverd? Wat denkt u? 1000? 1200? 2100 euro. Dus de jongens daar in Bernisse Handen, die kunnen hier hele mooie activiteiten mee gaan doen. Ze spellen kopen die kapot zijn allemaal. En nog veel meer dingen die nodig zijn. Heel hartelijk dank. 2100 euro. Nou, we gaan de collecte laten rondgaan. En we zingen als slotlied, helemaal hoog, nummer 321. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.
Straks na de zegen, voor degenen die dat nog fijn vinden om mee te zingen, heb ik nog een lied opgegeven. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Dat is uit gezang 437. Dat is ook een prachtig lied om Gods geest in je hart en in je huis uit te nodigen. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Ik zal na de zegen richting de Michaelkerk gaan. Maar ik wil u ook nog even in herinnering brengen voor degenen die op dinsdagmorgen in de gelegenheid zijn. Ben ik op dinsdagmorgen altijd van 9 tot 10 in de bidstond. Welkom in de bidstond. En daarna van 10 tot 12 ook hier in de kerk aanwezig. Voor een gesprek, voor een gebed of wat dan ook. Maar nu wij zo aan het einde zijn gekomen van deze eredienst. De deur staat open, staat voor je open. Ontvang daartoe en daarbij de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap, de vervulling van de Heilige Geest is en blijven op en met u en jou. Amen.